welkom bij een nieuwe vlog. Ik begin de vlog even op een gekke dag op donderdag, maar jullie horen het al aan mijn stem. Ik heb nog steeds heel erg veel last van mijn keel en ben nog hees, want ik was natuurlijk ziek, waardoor de vorige vlog een beetje kort was. Ik zag ook dat er allerlei commentaar was op het feit dat ik een thuistest op zondag had gedaan toen ik Bakkum ging afbouwen. Ja, wat moet ik daarover zeggen? Ik dacht dat we een beetje het tijdperk wel voorbij waren waarop we een soort coronapolitie voor elkaar zijn. Ik verwacht dat iedereen er verantwoordelijk mee omgaat. En ja, jullie mogen dat in ieder geval wel van mij verwachten. Ik heb me netjes laten testen, ook bij de GGD. Ik heb geen corona gehad, dus niks aan de hand. Verstandig mee omgegaan. Betekent niet dat een ander virus, gewoon ziek zijn, ook net zo kut is hoor, kan ik je vertellen. Ik heb er echt een week af gelegen. En dus nog steeds, ben nu anderhalf week verder en nog steeds mijn normale stem niet terug. En ik hoest ook nog steeds wel. Maar goed, het is nu donderdag. Ik heb net Otis naar de opvang gebracht. Dat doe ik altijd eventjes met nat haar, als ik mijn haar net heb gewassen. Ga ik het nu eventjes rustig gaan feunen. Want ik moet vandaag weer allerlei content createn. Ik ga naar Rotterdam en ik moet hier zo meteen even wat stories maken. Maar daar zal ik jullie wel even in meenemen. Nou, we beginnen deze vlog fantastisch. Ik denk ik ga eens even leuk filmen hoe ik mijn haar weer eens feun en mijn make-up opdoe. En vervolgens zie ik dat mijn camera op zwart is en zegt die kaart vol, terwijl mijn kaart niet vol was. Dus ik moest hem net helemaal formatteren. Maar goed, ik ben inmiddels dus helemaal door de wasstraat geweest. Ik zal jullie een beetje meenemen in mijn dag. Ik heb net content geschoten hier zo voor Swiss Sense. Dit is mijn heerlijke nieuwe bed. Of in ieder geval, het bedframe is hetzelfde gebleven, maar ik heb alles, een nieuw matras en een nieuwe lattenbodem. Hoort verder helemaal niet bij YouTube deze campagne, maar ik ben wel echt heel erg blij nu ik een goed bed heb. En het ziet er heel uitnodigend uit, vind ik zelf. Ik heb die gezellige schelpkussens, heb ik even uit mijn caravan meegenomen uit de winterstalling. Dus die staan deze winter ook gezellig op mijn bed, vind ik. Ik ga nu snel mijn spullen pakken, want ik moet een uurtje rijden naar Rotterdam. Want daar ga ik een campagne schieten bij hashtag Workmode Rotterdam. Want daar zit natuurlijk Aranka. En we hebben dezelfde campagne. Dus we hebben voor deze keer een leuke insteek bedacht met elkaar, omdat we beste vriendinnen zijn. Zo, ik zit in de auto. De zon breekt ineens helemaal door. Lekker. Gelukkig had ik hier nog mijn zonnebril in liggen. Heerlijk even een uurtje rijden. Oh, hij is wel een beetje vies. Nou ja, we gaan ervoor. Ik noemde trouwens net Aranka mijn beste vriendin. Maar ik weet dat sommige mensen dat altijd heel raar vinden. Als in, je hebt niet één beste vriendin. Tenminste, ik niet. Ik heb er meerdere. Maar ik heb wel één cirkeltje van 5 à 6 meiden die het dichtst bij me staan, zeg maar. Zeker sinds vorig jaar natuurlijk, sinds wat er allemaal is gebeurd. Dus ik ben een rijk mens wat vriendinnen betreft. Maar ja, Aranka hoort daar wel bij. Het grappige is dat de meeste van mijn vriendinnen een voornaam hebben die met de A begint. En dat op één uitzondering naar richting zuiden. Allemaal sterrenbeeld tweelingen hebben. Of Ram, net als ik. Maar ja, verder allemaal tweelingen. Heel gek. Alsof ik ze daarop uitkies. Oké, ik rijd dus nu net een schade. Nou, dat gebeurt me echt nooit. Ik heb de auto een jaar. Niks gebeurd. Kijk, hier zo. Dit venijnige muurtje hier zo. Kijk, je hebt daar een pilaar. Dus daar sta ik al redelijk strak. Moest ik hem hier indraaien. Snapt u? Ging ik achteruit. En gek genoeg heeft mijn pieper het ook niet gezien. Het is een heel raar vak. Want hier pakt hij zo de dikte nog van die pilaar. En dan, daar heb je ineens eens muurtjes aan weerszijden. Dus ik hoor ineens gekraak. Moet je kijken. Dus nu moet ik Nissan maar eventjes bellen om dit te fixen. Ja, het is wel ook ver van die muur vooral. Even met een beetje spuug, hè. Hoppakee. Nee, dit is wel echt een beschadiging. Shit.
Ik ben dus ook heel slecht in uitgangen zoeken. Even kijken, bij parkeergarages. En ik vertel het even aan jullie. Ik sta op min 2. Ook zoiets. En dan ben ik mijn auto weer kwijt. Oh, dit is een hele scary lift. Oh, hij komt naar beneden. Met een bloedgang. Echt een horrorlift. Nou, ik ben er. Hallo. Rij net gewoon schade in die parkeergarage. Oh. Zo kut. Kijk eens wie er ook is. Ivor. En hij zit toch te lachen steeds naar me? Ivor, kan je nog lachen naar me? Hij zegt... Mom voice. Mom voice. Hey. Ja! Ja! Gaan we even knuffelen samen? Ja, ik weet niet of ik daar iets zeg, maar vandaag weer. Ja. Ik kan het wel daar, of dan is het zo. Hey, Kiki! Ik ben tante S. Niet te hard spelen, want dan kots ik de hele boel onder. Across the room, when our eyes met, I never knew. Ik vind het altijd zo gek weer om op die lege camping te lopen. Ik zag trouwens dat vorige vlog er een vraag over was, snap ik wel. Het klopt inderdaad dat alle caravans en de plekken afgebouwd moeten worden. Dit is nu mijn plek. omdat alle caravans naar de winterstalling moeten, omdat dit een beschermd duingebied is. Dus ze vinden dat de natuur weer terug moet groeien. Wat natuurlijk prima is. Alleen het is natuurlijk wel zo dat ze wekenlang met deze tractors, over de grond, de duingrond heen rijden. Dus je kunt zien hoe het hier nu uitziet. Dus ja, of de natuur er nou echt van herstelt als je dat 2 keer per jaar doet. Volgens mij is het een handjeklap deal met de boeren. Want die verdienen hier heel veel geld aan. Ik betaal alleen al voor het vervoer en voor de winterstalling. Nou, richting de €600 per jaar. Dus dat is echt heel veel in totaal. En dat is natuurlijk nog los van het staageld wat je überhaupt al betaalt om hier te mogen staan. Zwaaien naar de caravan? Doe maar zwaaien. Zeg maar dag dag. Ja, kom maar, lopen we er even heen. Kijk, mijn luifel zit nu tegenaan geklapt. Oh, dus kom eens even hier. Kom eens even hier, blijf bij mij. En hier zo. Helemaal ingeruimd. Zeg maar dag, dag. Dag caravan, tot volgend jaar. Het was weer leuk dit jaar. De boer vertelde net aan mij. Ik heb een hele aardige boer trouwens hoor. Die vertelde net aan mij dat mijn waarschijnlijk alweer half maart terugkomt. Dus dat is echt heel snel. Ze zijn dus ongeveer 5 maanden zijn ze in winterstalling. Maar, en dat is gewoon op een open veld, hè. Dus ze staan dan ook helemaal scheef. Want het zijn natuurlijk staakcaravans met in het midden hebben ze wielen. Deze staat ook helemaal scheef, zie je dat? En doordat ze scheef staan en als het dan gaat sneeuwen en vriezen en doen, dan heb je ook best wel snel weer lekkages en dingen als ze uit de winterstalling komen. Dus ja, half maart komt hij weer terug. Dan moeten we weer het hele riedeltje opbouwen. Zo gaat dat dan. Ik had Otis even zijn oude winterjas aangedaan. En laarsjes die hij van de opvang geleend heeft, die hij niet meer uit wil. Zodat hij wel hier heel eventjes kan rennen en spelen. Ik ben nog even in Castricum gestopt bij een afgeefpunt van Stichting Babyspullen. Geef ik eens in de zoveel tijd weer een enorme tas vol kleding aan van Otis. Wat ik verder niet meer verkoop of niet kan verkopen. Of wat wel gewoon nog goed is. Hier leuke Benetton shirtjes en zo. En ik had nog wat hoeslakertjes van zijn wieg ik er allemaal in gedaan. Dus dan geef ik dat af. Zodat dat bij mensen terechtkomt die dat heel goed kunnen gebruiken. Als je dat nou ook graag ergens af wil geven, dan kan je op stichtingbabyspullen.nl kijken voor een punt in je buurt. Het is verder geen samenwerking of zo, maar ik draag ze een warm hart toe. Het is alweer zondag en hartstikke donker, zie ik. Ja, mijn stem is nog steeds
schor. Ik zit nu op 2 weken. Ik heb gisteren niet gevlogd omdat ik even een pittig dagje met Otis had weer. Die zit gewoon in een fase, dus dan wil ik de camera niet pakken. Ik heb nu mijn haar gedaan met leuke nieuwe sjaal om. Die is van Zara, mijn jas van Tendays. En ik ben in, waar ben ik? Zuiderscherm volgens mij. Volgens mij is het zo. In ieder geval richting Horen. Waar ik een shoot heb met Davy. Die ken ik nog uit Alkmaar. Maar altijd via Instagram contact gehad. Dus ik ga heel snel naar binnen. Want mijn shoot begint over 4 minuten. Dit is Davy. Volgens mij heeft de hele weg mijn camera aangestaan. Ik ben eindelijk in Waddinxveen bij mijn vriendin. Die zwanger is. Al over de helft. Die ik nog steeds niet heb gezien. Waar ik laatst heen zou gaan toen ik me beroerd voelde. Dus eindelijk zie ik haar nu. We zitten heerlijk met een kleedje op de bank. We hebben patatjes besteld. En we zitten dit programma te kijken. Ik ben even benieuwd of jullie dit ook kijken, want dat is heel grappig. De helft van de mensen ken ik niet. Jullie misschien wel, van Temptation en weet ik het allemaal. Wat heeft ze onder de ogen? Huh? Oh, deze schatting. Oh. Geen idee wie dit zijn. Nou, een naamgenoot. Nou jongens, ik ben vandaag helemaal in het wit. Wacht, ik zet even mijn camera neer, dan kunnen jullie het zien. Ik heb aan deze jas, krijg ik ook veel DM's over. Is een crèmekleurige puffer van Zara, vorige maand gekocht. Deze trui is de allerzachtste trui op de wereld. Die is van Yaya, met Griekse ei. En deze broek heb ik er zelf bij gekocht. Is van H&M online gekocht. €29,99. En deze heerlijke boots zijn van... Die hebben zo'n chunky... Kun je het zien? Ja. Zo'n chunky zool zijn van Nelson. Zitten heel lekker. En petje, teddy petje is ook van H&M. Ik kan nu tegenover jullie doen alsof het maandag is. Maar het is dinsdag. Ik heb een dagje overgeslagen. Normaal is maandag echt mijn lievelingsdag, maar gisteren zat ik er echt niet lekker in. Ik heb zelfs mijn telefoon uitgezet. Camera had ik al helemaal geen zin in. Ik had mijn ijsprong, dus het zal ook wel heel erg hormonaal geweest zijn. Maar het heeft ook te maken met dat aankomend weekend ik weer mijn therapieweekend heb. Mijn familieopstellingenweekend. En helemaal buiten adem. Even naar mijn buik ademen. Maar dat had ik de vorige keer dus ook. En toen wist ik niet waardoor dat kwam. Maar de dagen ervoor, als je gevoelig bent, kun je dus al voelen dat er... Nou ja, het is een beetje heel erg zweverig verhaal. Maar dat er al iets in werking wordt gezet, om het even zo te zeggen. En dat ik de vorige keer ook, heb ik ook die hele week heel veel gehuild ineens, heel gek. En nu heb ik dat dus weer. Dus ik heb gisteren weer heel veel gehuild. Ook moest ik voor een campagne een fotoboek maken van Otis van vorig jaar. En was natuurlijk heel confronterend om al die foto's in mijn filmrol te zien. Van dat ik net uit elkaar was. Printscreens van gesprekken die ik teruggezocht had. Berichten die Friso mij toen had gestuurd. Gewoon zien hoe klein Otis was toen we net uit elkaar gingen. Dus gisteren was het een vrij emotionele dag. Het is nu dinsdag. Ik heb gelukkig goed geslapen. Ik heb dus heerlijk dit zachte pak aan. Het voelt echt alsof ik in mijn joggingpak naar mijn werk ga. En ik ga er vandaag maar weer gewoon voor.
denk er gelukkig net op tijd aan om mijn hele witte pak uit te doen. Ik heb Otis opgehaald van de opvang. En ik ben nu eventjes lekker eten aan het maken. Of ik hoef het gelukkig niet meer te maken. Ik had gisteren weer een enorme pan gemaakt van die New Year's Cup Bolognese saus. En nog niet gegeten gisteren. Want ik weet nu dat de smaak de dagen erna, of als het ingevroren is geweest, veel lekkerder is. Dus ik heb het bewaard. Dus ik moet hier alleen even pasta koken. Even iets harder zetten. Oké. En voor Otis had ik zo'n bordje nog in de vriezer met pasta van dat Twist Shake waar ik vorig jaar een campagne mee had. Vind ik heel handig dat je dan gewoon een deksel zo op het kinderbord doet en het in de vriezer gooit. Dus dat hoef ik alleen even warm te maken. En dan kunnen wij lekker gaan eten. Moet dit even vastleggen hoor jongens. Rood. Er wordt gegeten namelijk. Dat is echt een unicum. Rood. Ik ben hier even stil van. Is rood. Rood. Grote slierte hè. Spaghetti. Spaghetti. Mamma mia. Wij hebben mamadag. Dus we zijn lekker pepernootjes aan het eten. Dit zijn van die Van Delft pepernoten. Of kruidnoten, moet ik zeggen. En dit is koude thee of lauwe thee voor Otis. En voor mij hete thee. Gezellig, hè? Mm-hmm. Lekker te eten, vriend. Je gaat er wel in. We zijn on a mission. Want we moeten een lampionlampje kopen voor Sint Maarten. Ik ben benieuwd of dat bij jullie wordt gedaan. Volgens mij is het alleen in het noorden van Nederland. Ik ken het wel uit Alkmaar, maar dan weer niet uit Rotterdam. Dus, maar hier in Amsterdam doen ze het en hij gaat met de opvang morgen. Dus ze vroegen mij of ik morgen een lampionlampje mee kan geven. Dus ik denk dat ze geknutseld hebben. En hij moest per se zijn laarsjes aan. Heel stylish. Nou, het huilen staat mij nader dan het lachen. Ik heb echt zo'n onwijs kutochtend gehad dat ik echt vreselijk. Dit is helemaal niet iets ergs. Maar Otis die heeft driftbui na driftbui vanmorgen gehad. Hij wilde niet aankleden. Hij wilde geen luier om. Hij wilde niks. Net heb ik hem afgeleverd op de opvang. Hoorde ik hem ook alweer heel hard huilen toen ik wegliep. Hij wilde zijn winterjas daar binnen niet uit. Hij wilde een auto meenemen in elke hand. Een speen in. Nou ja, dat heeft hij echt nooit. Sowieso heeft Otis alleen een speen als hij slaapt normaal. Dus ik had helemaal, ik doe nu mijn schoenen uit. Wel mijn leuke nieuwe New Balance schoenen. Dat dan weer wel. Die doe ik uit omdat ik zou gaan sporten. En nu dus mijn lesje heb gemist met vriendinnen. Dus daar baal ik echt gewoon van. Ik kon eindelijk weer gaan sporten. Na 2,5 week na natuurlijk ziek geweest te zijn. Ik heb nog steeds last van mijn keel. Dus daar baal ik ook van. Nou, sorry voor deze klaagzang. Maar het moet er echt even uit. Ik ben nu maar gewoon weer naar huis gegaan. Want ja, sporten zit er nu niet meer in. Ik moet gaan douchen, mijn haar wassen, omkleden. Ik moet vandaag ook campagne schieten. En naar kantoor gewoon. En ondertussen is dit mijn huis. Heerlijk. Hier. Schoon wasgoed. Andere zooi. Oud papier moet ik wegbrengen. Hier op de bank. Tassen.
scheizen. Hier op de salontafel nog meer scheizen. Dus ik ga dit wel heel even aan kant maken, want anders word ik helemaal gek. Oké, ik heb mijn moed weer omgedraaid, jongens. Ik heb even de tijd die ik zou sporten gebruikt om het huis een beetje aan kant te vegen. Dat is gelukt. Daarna heb ik even rustig mijn haar gewassen, want dat wilde ik sowieso al na het sporten doen. En nu had ik een nieuw beauty product binnen wat ik even ga proberen. Ik heb ook al uit die lijn de shampoo en de conditioner getest. Die waren heel fijn. Momentje. Dat is van Aveda. Dat is een brow thickening serum. En dat kan je onder je... wat stelt die snel scherp. Dat kun je onder je wenkbrauwproducten gebruiken als het opgedroogd is. Ik heb van mezelf... Dit zijn mijn eigen wenkbrauwen. Ik doe er helemaal niks aan. Ik epileer ze niet. Ik wax ze niet. Ik doe helemaal niks. Dit is gewoon helemaal mijn eigen wenkbrauw. Ik trek nooit een haartje weg ook. Dus ja, het is niet superveel. Het is oké. De vorm is redelijk. Maar ik zou wel wat meer willen. Dus ik ga dat even proberen. En ik heb ook uit die lijn, de Invati-lijn is dat, de thickening foam gekregen voor mijn haar. Dus daar ga ik zo ook eventjes een test mee doen voor ik het ga feunen. Dus dat ga ik jullie nog even laten zien. Nou, de meid is weer helemaal opgefleurd, gefeund en gedaan. Het is wel al 11 uur, maar dat mag de pret niet drukken. Ook dit is werk, hè? Dit vloggen wat ik nu doe. Dat spul voor mijn haar, ja, ik vind het een beetje plakkerig. Sorry, ik zit ook de hele tijd in het scherm te kijken. Maar ja, het ziet er wel volumieus uit, inderdaad. We gaan het zien vandaag, hoe het blijft zitten. Nu nog even mijn nieuwe favoriete geurtje op. Die wilde ik jullie nog even laten zien. Die is van Daily Aces. Heel leuk, zij zit bij Workmode Rotterdam. En zij heeft zelf, zij houdt net als ik van exclusieve parfums. Heeft ze dit parfum ontwikkeld. En ze vroeg aan mij of ze mij dat op mocht sturen. Ik zei ja, prima. Maar ik ben met geuren altijd een beetje sceptisch. Maar ik rook het al toen ik de verpakking opende. Ze had zo'n klein proefbuisje erbij gedaan. Dus die heb ik eerst geprobeerd. Nou, niet normaal gewoon. Het is echt zo'n hele zachte... Ja, je ruikt gewoon dat het niet zo'n mega commerciële geur is uit de parfumerie. Dus ik kan jullie ook aanraden om zo'n proefje te bestellen. Die kostte 2 euro maar. Dus ja, daar kan je geen bel aan vallen. Dan kan je wellicht het geurtje vragen voor Sint of Kerst. Want ik heb altijd, als iedereen aan mij gaat vragen, wat zijn je wensen? Dan weet ik het nooit meer. En een goed geurtje, daar word je elke dag blij van. Dus ik zal het linkje even in de beschrijving zetten. Dan kan je het proefje voor 2 euro bestellen. Oké, ik moet deze vlog al heel lang afsluiten. Het is nu vrijdagmiddag en hij moet dus morgenochtend om 6 uur live staan. Sorry Laura, de editor. Ik ben zoals altijd weer laat. Maar ik krijg net weer een pakket binnen van Chiquelle. Het gaat een beetje zacht, want Otis die slaapt. Maar jullie krijgen weer 20% korting, zeg ik nu alvast. Aankomende vanaf nu tot over 5 dagen. 20% korting op alles. En ik zet de linkjes in de beschrijving. Ga ik het nu snel aandoen. Oké, eerste outfit is deze trui. Die hou ik ook hierna nog eventjes aan. Want ik heb 3 balms, zeg maar, erbij. Ik heb deze nep leren broek. Kijk even in de camera hoe die aan de achterkant zit. Het is een... Ik ga gewoon even op de bank staan. Het is een skinny model. En wat ik wel heel tof vind... is dat ik hier die witte laarzen die ik zondag aan had, overheen kan doen. En dan vind ik het helemaal leuk met zo'n trui. Hij heeft zo'n hele grote kool, die kan je strak omslaan. Of gewoon een beetje, zo niet, heb ik geen nek meer. Of gewoon een beetje zo ruim laten vallen. En ik vind dit printje heel erg leuk. Ik zou er wel iets onder aan doen, want ik heb er nu niks onder aan. Ik vind hem een beetje prikkelig, kriebelen. Dan heb ik een flare broek. Ik ga weer even op de bank staan. Ik mag dat, het is mijn bank. Het zit echt zo heel... Ja, het is een glanzende, hij zit lekker los. Het is echt zo'n flubberstofje. Hij zit heel mooi bij de billen. Kunnen jullie dat zien? Even mijn asser tonen. Zit super mooi en heel erg lekker. Alsof je joggingstof aan hebt. Ik vind hem ook heel erg leuk voor de kerst. Hij is een beetje een bruin
ja, bruinrode kleur of zo. Heel cool vind ik hem. En dan als laatste heb ik nog een nep leren rokje. Het is een overslagrokje met drukknoopjes. En een leren of nep leren koordje eraan. Ja, moet ik er verder over zeggen. Ook leuk met die lieslaarsje die ik gisteren aan had. Met een trui, die zou ik er dan in doen. En anders een, ja, het is nog meer leuk eroverheen. Een lang vest of zo, giletje. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken en ook voor alle lieve reacties die ik op mijn laatste vlog kreeg. Soms heb ik echt het idee van, ja, wie boeit dit nou? Maar toch kijken elke keer bijna 10.000 mensen, dus dat vind ik wel echt bizar en heel erg leuk. Dat is natuurlijk toch een beetje een soort waardering voor je werk. Dus ik zie jullie gewoon over 2 weken weer. Volgende week komt er weer een nieuwe aflevering met Nissan live. Met een heel leuke influencer die ik heb geïnterviewd. En dat is dus een extra video. En dan over 2 weken gewoon weer een vlog. Ik wens jullie nu een heel fijn weekend.